Yo, VakoGamers, Lars hier en welkom terug bij meer Assassin's Creed Brotherhood hier op VakoGames. En jongens, gisteren zijn we aangekomen bij dit plein. We hebben 6 bewakers omgelegd en we zijn erachter gekomen dat er ergens bovenop deze toren zo'n geheim teken moet zitten, zo'n rood oog-icoontje. Nou, die wil ik eventjes zoeken, kijken of dat we iets kunnen vinden daar. En als dat niet gaat lukken of als we hem wel gevonden hebben en het gaat vrij makkelijk, gaan we natuurlijk gewoon weer een missie doen. Maar hij moet dus ergens hier bovenop zitten. En volgens Sean moet je het met Eagle Vision kunnen vinden. Nou, dat is echt typisch Sean. Die zegt van alles, maar daar kom je waarschijnlijk nooit achter wat hij nou eigenlijk bedoelt. Dus hier moet het ergens zitten. Ik weet alleen niet waar. Hallo? Hallo? Oh, daar is een bewaker, dat is niet wat ik zoek. Daar is een vlaggetje, dat is ook heel tof, maar niet wat ik zoek. Mag Eagle Vision uit? Dank u. Oh, nee, Ezio. Kijk nou toch uit, Lapswans. Laten we hier even kijken. Hier is ook niks. Daar is die dode bewaker van de vorige keer. Zit ik wel op het goede gebouw, eigenlijk? Bedenk ik me nu. Zit ik hier wel goed? Als die namelijk ergens anders zit, dan heeft het niet zoveel nut om hier te zoeken. Ik zie hier echt helemaal niks, hoor. Spijt me zeer. Laten we het andere gebouw er verderop eens bekijken. Dit gebouwtje hier rechts. Dat is ook een soort gelijk kerktorentje. Kijk eens of hij daarop zit. Misschien zit ik wel nog gewoon op het verkeerde gebouw te zoeken. Zou in ieder geval een hoop verklaren. Ik zie daar iets. Juist, ik was gewoon op het verkeerde gebouw aan het kijken. Aha. Uh-oh. Sorry, ik ben er niet. Oh, chagrijnige figuren. Draai je even om, goed zo. Nou. Als het echt niet anders kan, hè? Kom maar hier dan. En hou je mond, alsjeblieft. Als ik hier rond wil durpen, dan wil ik hier rond durpen. Snoop hem. Let's go find out wat dit mag betekenen. Een kist. Nog meer kisten. Heleboel kisten. You dropped out of the grid. Where were you? Not sure. Some kind of fragmented memory? Maybe you should stop. I'm good. Ik ben net 2,5 minuut bezig. Ik ga nou niet stoppen. Kijk het lekker. Cluster 1. Wat de F is dit nou weer? Loading. Oh jee, gaan we weer. Oké. Nou. Zij waren allen meesters en besloten niet te werken, maar op verheven wijze te heersen. Ik ben ook meester. Wat is dit? Oh. Maar op besloten wijze te heersen. End? Waar is het end? Daar. Maar op beheerste wijze te heersen. Deze gast heeft knechten. Misschien dat ze zulke meesters bedoelen. Slaven. Dit ziet er niet uit als een slaaf. Dit ziet er wel uit als een slaaf. Die ziet er niet uit als een slaaf. Deze ook niet echt. Deze wel, die heeft wel knechtjes. Nee. Nee. Nee, nee. Zij waren allen meesters en besloten niet te werken, maar op verheven wijze te heersen. Ja. Deze heerst. Jij bent een knecht. Jij heerst en je zit op een stoel. Jij heerst. Jij heerst. Dan moeten er nog wel meer heersers zijn. Nee. Loading. Got it! Oh, nog niet. Ik weet niet waarom die laatste... Oh god, nee hè. Ik kan helemaal niet schaken, man. Een volk zet 2 stappen vooruit en neemt afstand van de vorst en zijn kwade blik. Oké, dit is de koning. Dus die moet 2 stappen naar voren. Loading. Dat was niet moeilijk. Ze worden zich steeds meer bewust van ons bestaan. We kunnen niet langer vertrouwen op het goddelijk recht van de aristocratie om de touwtjes in de handen te hebben. We hebben een nieuw systeem nodig. Iets subtielers. Loading. Quarantine zone. We moeten naar de piep luisteren waarschijnlijk. Quarantine. Got it! I'll put 16's video files here. Hopefully they'll begin to make sense as you free up each file. We gaan het weer proberen, jongens, de waarheid. Oh man. Oh, cluster 1. Holy shit, die gozer heeft er een hoop achtergelaten. 10. Dat is de helft van de vorige keer, dus deze keer moet het wel lukken, denk ik. Oké, got it. Nice. Dank u, meneer 16, dank u. Hop. En los. En los. Nou kijk, zo gaan we het gewoon proberen, jongens. Als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan proberen we ze niet. Hoi dudes, jij ziet er best wel behoorlijk verdrietig uit. Leg mij eens even uit waarom. She was. Until that porco defiled her. I wish he just killed her. I wish he just killed la mia amata. People who saw her grow up cheered when he spat on her. Smiles on their faces when her neck... I understand. How can you? My Livia was innocent. I have lost family to the rope. To treachery. Il Carnefici watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. Il Carnefici leeft op de heuvel die uitkijkt op de galg. Speur hem op en dood hem. En dood je doelwit met het verborgen mes voor volledige synchronisatie. Nou, dat moet toch wel lukken, hè? Ready. Take her down. I will deal with Il Carnefici. Il Carnefici. Ik weet niet wat dat betekent, maar... De beul. Oké, is goed. Let's go kill de beul. Maar wel met het verborgen mes, want dat moet. Dan moeten we nog boven zitten komen. Hoe gaan we daar boven komen? Nee, niet via de galg. Nee, Ezio. Nee. Daar, goed zo. Naar boven. Hier is een ding, dus die kunnen we vast wel gebruiken. Mag ik naar boven? Hoppa. Dank u. Il Carnefici. Zo te zien heeft hij een verborgen gebied, of een verboden gebied. Waar ik niet mag komen, waar ongetwijfeld bewaking rondloopt. Moorden vanuit de lucht. Hé, maar dat vind ik toevallig tof om te doen. Vermoord Il Carnefici. Nice work down there. Not my best, but it's hard to make art with poor materials. Hoi dude. Appa! Dat was easy. Requiescat in pace. En nou is de zand zo die moeten wegwezen hier, want zijn vriendjes die staan er nog. Juist! Oké, weet je, we gaan gewoon al zijn vriendjes afmaken. I really don't give a shit. Nee, laat los. Laat los. Auw! Niet doen. Poei! Auw! Jawel, er is een niet te kill. Jij versloeg mij namelijk. Paraat. Die voor jou. En blijf liggen. Hè? Ben je maar blij dat hij nog leeft. Oh, hi maat. Die voor jou. Als je zo gemeen bent. En als jij gemeen bent, mag ik het ook. Werpmessen. Oeh, we kunnen natuurlijk wel even looten hier. Zieke shit. Werpmessen. Ja, die heb ik allemaal al. Hoef niet nog meer werpmessen. Maar wel geld. Dat is dan wel weer handig. Geld is leuk om te hebben, G. Daar kunnen we spulletjes van kopen. Medicijn vol. Oh, dan heb ik eventjes wat medicijnen in. Misschien dat ik dan zometeen weer nieuwe medicijnen terugvind. Kijk, zie je? Dan heb ik toch geheeld. Pardon. Die gasten liggen ook op de grond te rollenbollen. Zo. Oh, wat doet het zeer? Oh, wat doet het zeer? Oh. Als je daar niet aanmaakt, zou je wat geven om zeer te laten doen. Hier. Oh, ik kan hem niet eens meer pakken. Hè. Denk ik zal hem iets geven om over te lopen zeiken. Maar blijkbaar toch niet. Een gladdag, Ring. Gladdag. Wat de F is een gladdag? Maar even iets. Nooit van gehoord. Gladdag. Gladdag. Er zijn die vast nog wel meer van die kistjes. Ik kan me niet voorstellen dat dit de laatste twee zijn. Hallo, kistjes. Kistjes. Uh-oh. Hé, hey, wat komen jullie doen? Komen jullie me aanvallen, vriend? Wat komen die gasten doen? Nou, kom hier dan. Ja, die van jou en... Met één vriend er ook maar achteraan. Hij zit me gewoon uit te dagen. Kom hier dan, vriend. Die van jou. Wat waren dat voor figuren? En waarom valt die me aan? Ik heb jou helemaal niks gedaan, maat. Een soort rovers of zo. Maar als zij mij willen beroven, dan mag ik hen beroven. Vind ik wel net zo eerlijk eigenlijk. Hop. Olifanten ivoor, zo. Er was er nog één. Juist. Ze waren met z'n drieën. Kijk, daar worden we rijk van. Nou kunnen we wat kopen. Ze mogen me vaker aanvallen. Levert mij een hoop geld op. In plaats van andersom. Zij willen natuurlijk mijn geld hebben, maar ik wil het liefst hun geld hebben. Als we het toch even maar bepalen, hè. Oh! Auw joh, Ezio. Faalhaast dat je er bent. Nee, ik krijg geen geld. Ik wil alleen maar geld. Ik heb ik je geld weglopen geven. Ja, dag. Ga werken voor je geld. Lazy bitch. Doet Ezio ook. Als hij niet een jat is tenminste, hè. Hop. Hé, hey, mevrouw, u laat ze zomaar naar drinken vallen. En ze heeft ook zoiets van, oh, well, kijk, laat me drinken vallen. Maakt niet uit. Ga er gewoon vandoor. Dat is niet netjes en het zorgt voor een hoop troep op de grond. Ik ga onderweg trouwens naar de volgende missie. En dan kunnen we die morgen gaan doen. Hopelijk is niet zo heel ver lopen. Voor mij is dit het. Het Mausoleo di Augusto. Oké. Het graf van Augustus. Ik vind het mooi. Daar moest ik namelijk afspreken met Machiavelli. Nou, dus dat betekent dat Machiavelli aan de andere kant van dit gebouw staat. Dat is niet zo heel erg moeilijk. VakoGamers, wat ook niet heel erg moeilijk is om eventjes op de like-knop te rammen. Vind ik namelijk elke keer super tof en het gaat hartstikke lekker met Assassin's Creed Brotherhood. Dus als je mij wil helpen, like deze video dan even. En anders zie ik je morgen natuurlijk gewoon weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. En dan gaan we eens kijken wat Machiavelli nou eigenlijk precies van ons wil. Mazzel!